Hallo allemaal, ik ben Mion Lenoir en ik ben archeoloog en ik werk voor de gemeente Den Haag. En in deze vlog wil ik jullie laten zien hoe tof archeologie wel niet kan zijn. Ik bevind me nu in Scheveningen, aan de rand van het Oostduinpark. En hier is iets heel bijzonders aan de hand. Er is hier namelijk een stuifkuil. En stuifkuilen komen natuurlijk vaker voor in de duinen van Den Haag, maar deze kuil is bijzonder. En in deze vlog kom je erachter waarom. Hier aan de Harstenhoekweg zijn de werkzaamheden in volle gang. De Archeologische Werkgroep Nederland, oftewel AWN, werkt samen met de afdeling archeologie van de gemeente Den Haag om de stuifkuil te onderzoeken. Want in de stuifkuil zijn vondsten gedaan uit verschillende perioden. Zo is er al aardewerk en bot uit de ijzertijd aangetroffen, maar ook stukjes porselein uit de modernere tijd. Het merendeel van de aangetroffen resten is zelfs al minimaal 2000 jaar oud. De vondsten worden met de hand vrijgelegd en onderzocht. Sporen worden ingemeten met digitale meetapparatuur en al het weggeschepte zand wordt gezeefd, zodat zelfs de allerkleinste stukjes aardewerk en botmateriaal verzameld en onderzocht kunnen worden. Bert, vertelt jullie er meer over? Ik ben Bert van der Valk en ik ben vrijwilliger archeologie. Dat doe ik al ettelijke decennia. En in mijn functie is de veldcoördinator van de Haagse werkgroep van de afdeling Den Haag en omstreken van de AWN. De Harstenhoek is eigenlijk een laatste restje van een hele grote duinvallei die helemaal de Harstenhoek heette. En dat is een duinvallei die uitgewaaid is van onder het Jonge Duin. Dus je hebt als het ware een kijkje door de duinen heen naar de ondergrond, oftewel naar de oude duinen. En dat maakt de Harstenhoek een bijzonder kijkgat in de archeologische geschiedenis. Ja, we doen hier al, ook alweer ettelijke decennia, doen we wel eens field surveys. Hè? Dus we lopen over het veld en per vak verzamelen wat we zien en wat we vinden. En wat, wat we gezien hebben in al die jaren is dat we hier vier gebruiksperioden kunnen onderscheiden. De jongste is Netteboete, dat is ongeveer van 1920 tot 1960. Daarvoor heeft er een boer geboerd. En die is begonnen ergens in het einde van de 18e eeuw, 1795 om precies te zijn, omdat toen de woeste duingronden nutbaar moesten worden gemaakt aan de samenleving. En Boer van der Harst heeft deze duinvallei begonnen toen en hij heeft daar zelfs prijzen en gouden medailles voor gekregen van koning Willem I. Dus zijn werk was wel heel bijzonder dan? In die tijd was dat pionierswerk. En daarom heet het nu de Harstenhoekweg? Ja. En bij onze surveys hebben we ook gemerkt dat er nog wel iets aan middeleeuws zit. Iets van rond 1100 of zo, 1100 kogelpot aardewerk. Maar wat ook wel bijzonder is, dat we hier vroeg middeleeuwse scherven hebben gevonden. En niet zo heel weinig eigenlijk. Dus ergens hebben hier ook in de Merovingische tijd mensen gewoond. Alleen daar hebben de boerderijplaatsen nog niet van aan kunnen tonen. En dan natuurlijk nu deze enorme uitgebreide vondst van ijzertijd aardewerk. Ja, want daar zijn jullie nu eigenlijk het meeste naar op zoek, want daar hebben jullie nog een vondstlaag van intact. Ja, dat is bijzonder, want het is natuurlijke erosie, hè, zo'n stuifkuil. De wind doet dat en er komt verder niemand bij te pas. De wind die heeft voor ons een dieper kijkgaatje in dit grote kijkgat gemaakt. En wat schetst onze verbazing? Het lag helemaal vol met ijzertijdscherven. En dan met helemaal vol bedoel ik helemaal vol. Tientallen kilo's hebben we er al uitgehaald. Dat is wel echt heel vet. Ja, dat is heel bijzonder. Ja. Ik ben Peter Kikkert. Ja, ik ben hier vandaag om te helpen hier met de opgraving. En wat doen jullie dan precies? Nou, zeg maar, de terrein is dan, deze stuifkuil is dan ingedeeld in vakken. En dat wordt afgegraven systematisch, zodat we precies weten welk vak wat ligt. Je ziet ze hier bezig systematisch de boel afgraven. En dan wordt het gezeefd en dan de vondsten die worden dan in bakjes verzameld. En doordat die vakken zijn ingedeeld, weten ze precies waar wat ligt. Ik ben Harry van der Hagen, ik werk als ecoloog bij Dunea. Inmiddels al ruim 30 jaar. En wat vindt Dunea van dit onderzoek? Dit vindt ze heel belangrijk.
onderzoek sowieso. Hè. We willen weten van op welke manier het terrein in elkaar zit. We willen weten op welke manier planten en dieren functioneren in het landschap. Daarnaast is de mens natuurlijk altijd actief geweest in het duingebied. En de restanten daarvan vind je soms aan het oppervlak en soms in de diepte. En gewoon te weten welke menselijke bewoning hier is geweest, dat is belangrijk. Want alles wordt nu met de hand gedaan en niet met machine. Dat is best wel uniek. Tot op zekere hoogte is dat uniek. Dat we zeggen, het is ook wel een verplichting. Uiteindelijk is het zo van dat dit beschermde natuurgebied, dus een NB-terrein, dus Natura 2000 gebied. En betekent de feit dat je heel zorgvuldig om moet gaan met je materialen. Wil je hier dus met een kraantje aan de slag, moet je dat kraantje hier naartoe zien te krijgen. Wil je geen bodembeschadiging hebben, betekent dat op afstand dat kraantje over een serie rijplaten hier naartoe moet komen. Ja, en dat wil je gewoon liever niet. Dus deze methode is misschien wel omslachtig. Maar wel het beste voor de natuur. Maar wel het beste voor de natuur en misschien ook nog wel voor de archeologische opgraving. Er worden niet alleen heel veel vondsten gedaan, maar er worden ook veel grondverkleuringen aangetroffen onder de vondstlaag. Dit zijn sporen. En dit is dus een restant van een paal. Misschien. Ja. Nou ja, als een paal verrot, dan krijg je dat er. Dan krijg je natuurlijk die humussporen. Ja. Maar je krijgt ook het nazakken van de paal naar bovengrond. Oh ja. In het paalgat. In het paal, ja. Ja. Want het geeft lege ruimte. Ja, dat wordt gevuld. Ja. Nou, achter mij zijn ze nog wel even bezig. Gelukkig is het mooi weer. Ze hebben nog heel wat vakjes te gaan en nog heel wat onderzoek om verder uit te voeren. Ik hoop dat deze vlog jullie heeft geleerd dat het duinlandschap niet alleen een heel mooi wandelgebied kan zijn, maar ook een heel interessant gebied gevuld met geschiedenis en archeologie. Dankjewel voor het kijken naar deze vlog.